We zijn vandaag uitgenodigd door Eet Met Je Hart om worstenbroodjes te maken. Breda Nu. Je weet het meteen. De actie Eet Met Je Hart is weer van start gegaan. De deelnemende 45 restaurants in Breda vragen vanaf vandaag aan hun gasten om 1 euro extra te betalen aan Stichting Met Je Hart Breda. Deze stichting komt in actie voor kwetsbare ouderen. Hoe vindt u het om vandaag worstenbroodjes te bakken met ouderen hier op het Single College? Ja, ik vind het geweldig om te zien wat hierachter gebeurt. Dat oudere mensen die bij elkaar komen elkaar eigenlijk niet kennen. Hè? Door een stichting bij elkaar worden gebracht en dan hier met tweedejaars studenten van Single College zo aan het werk zijn. Die verbinding tussen oud en jong en de gesprekken die hier plaatsvinden, ja, dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Nou, in het kader van We Are Food jaar wordt er in Brabant aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van ouderen. Want men gelooft dat als je lang met eten op een bewuste manier bezig bent, dus heel lang je eigen maaltijd maakt, dat goed is voor ouderen. Wij zijn als Stichting Met Je Hart aangesloten bij dit initiatief. En niet alleen in Breda, maar dus ook, zoals ik zei, in nog allerlei andere Brabantse gemeenten waar onze stichting actief is. En nou ja, hier in Breda bakken onze ouderen nu worstenbroodjes, hier op het Single College. Maar in Veghel, Bokstel, Eindhoven, Den Bosch, al deze steden waar wij actief zijn, vinden andere waardevolle ontmoetingen plaats met eten. En het is een initiatief van Met Je Hart. Wat vindt u van Met Je Hart? Ja, Met Je Hart is een stichting die heel veel doet voor heel veel mensen die je misschien niet altijd ziet. Veel mensen wonen alleen, oudere mensen, familie een beetje ver weg en komen niet meer zo heel veel buiten. En Met Je Hart haalt die mensen bij elkaar, soms om gezellig te eten, soms om een activiteit te doen. En ja, je ziet gewoon wat dat met mensen doet om weer naar buiten te gaan, nieuwe mensen te leren kennen. En de manier waarop ze het doen met alleen maar vrijwilligers en door 1 euro te vragen eigenlijk aan mensen die in Breda in een restaurant eten. Zo financieren ze het. Ja, dat vind ik als wethouder met welzijn en vrijwilligers in mijn portefeuille echt heel erg mooi. We zijn vandaag uitgenodigd door Eet Met Je Hart om worstenbroodjes te maken en hapjes en koffie te drinken. En hoe bevalt het tot zover? Geweldig. Echt waar. Dus echt, in één woord is dat geweldig. Breda Nu. Je weet het meteen.